Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer met jullie een blik werpen op Ambachtslieden, de uitbreiding voor architecten van het Westelijke Koninkrijk, uitgegeven door White Goblin Games. Het is een spel voor 1 tot 6 spelers met de uitbreiding erbij, waar je ongeveer 60 tot 90 minuten mee bezig bent. En deze uitbreiding biedt ons een aantal nieuwe elementen die we modulair toe kunnen voegen aan het basisspel. We krijgen bijvoorbeeld een nieuw gildenhuis, we krijgen ambachtslieden, nieuwe soorten kaarten waarmee we decoraties en gereedschappen kunnen bouwen. En natuurlijk alle componenten voor een zesde speler. En daar krijgen we dus ook weer nieuwe karakterrollen bij. Dus laten we snel maar eens een blik werpen wat er nou precies allemaal in deze uitbreiding zit. Ook deze uitbreiding is van de hand van Sam Phillips en Jay McDonald en wij krijgen de spelregels in het Nederlands en die zijn prettig opgezet met gewoon veel duidelijke voorbeelden, de rust genomen voor elk verschillende onderwerp om dat even keurig uit te leggen en nog wat reference aan de achterkant. Dus heel erg plezant. We krijgen de nieuwe spelersbordjes voor de oranje speler of de neutrale kleuren als je ze willekeurig door elkaar heen gaat gebruiken. De nieuwe reference kaarten voor de 6 spelers, nieuwe scoreblokje. We krijgen de ambachtsliedenpionnen en alle onderdelen voor natuurlijk de 6e speler. We krijgen nieuwe leerlingkaarten, nieuwe gebouwenkaarten. Dit zijn de ambachtskaarten die we op 2 manieren kunnen inzetten voor de gouden of voor de rode zijde. Dus voor decoraties of tools. Een nieuw bordje voor het gildenhuis. En tot slot krijgen we nog dit kaartje. Dus dat is wat we allemaal krijgen. Laten we snel een blik werpen op de verschillende elementen die je kunt toevoegen aan het spel en hoe deze werken. Het eerste waar ik naar wil kijken met jullie zijn de ambachtslieden. Dat is gewoon een nieuwe pion die je krijgt, die in principe op dezelfde manier als gewone arbeiders ingezet wordt, maar met een paar voordelen. Allereerst, een ambachtsman telt als 2 arbeiders op het moment dat je hem plaatst. Later wordt hij gewoon als 1 meegeteld. Dus als je hem in het bos zet en het is de eerste arbeider van jou, krijg je gelijk 2 hout. Daarna als je er een 2e arbeider bij zet, telt hij gewoon als 1. Krijg je wederom nog steeds 2 hout. Verder, als je een ambachtsman ergens plaatst waar je normaal gesproken loyaliteit zou verliezen, verlies je 1 minder. Dus dat is ook een groot voordeel. En verder zijn de ambachtsmannen hetzelfde als de arbeiders. Ze kunnen gevangen worden genomen. Ze leveren ook gewoon maar 1 zilver op als ze naar de gevangenis gestuurd worden. En tellen als 1 arbeider in de gevangenis. Een ander leuk aspect zijn de ambachtskaarten. De ambachtskaarten, zoals jullie zien, hebben allemaal een gele bovenzijde en een rode onderzijde. De gele bovenzijde wordt gebruikt als je decoraties gaat maken. En de rode onderzijde wordt gebruikt om gereedschappen te maken. Hoe krijg je dit soort kaarten in het spel? Je plaatst een arbeider uit jouw voorraad op een eigen, al eerder geplaatste arbeider in het gildenhuis. Dus ik heb bijvoorbeeld hier al een arbeider liggen. Dan mag ik daar een arbeider bovenop leggen. En dan mag ik een decoratie maken. Je ziet ook de nieuwe opties. De decoratie is deze optie. Je betaalt 2 zilver belasting en 3 zilver aan de algemene voorraad. Je kiest 1 van de 4 openliggende ambachtskaarten boven het speelbord. En als je hem gebruikt als decoratie, dan plaats je hem onder 1 van jouw eerder gebouwde gebouwen. Het bliksemschichtje geeft aan dat je onmiddellijk de bonus krijgt. En dit symbool betekent dat het gebouw nog een keer geactiveerd wordt als ware je het gebouwd hebben. Nou ja, je krijgt zo allerlei leuke, snelle bonusjes. Gebruik je hem als een tool, dus wil je hem als gereedschap gebruiken, de onderzijde. Wederom, je plaatst een eigen arbeider uit jouw voorraad op een al eerder geplaatste arbeider in het gildenplaats. Of je plaatst een arbeider in het middelste veld van de zwarte markt, want dat is ook een mogelijkheid om de tools te pakken te krijgen. Wederom, je kiest uit 1 van de 4 openliggende kaarten. En de ambachtskaart wordt onder 1 van jouw eerder ingehuurde leerlingen gelegd. En die zorgt dat die leerling een nieuwe eigenschappen krijgt. In dit geval extra symbolen. Wat handig is voor het bouwen van gebouwen. Maar ook voor het waarderen van gebouwen worden deze symbolen daarin meegerekend. En zo heb je dus natuurlijk allerlei andere opties
Deze zorgt ervoor dat je elke keer één extra gebouw krijgt als je een arbeider in het stadscentrum plaatst. En zo zijn er natuurlijk weer allemaal andere leuke eigenschappen. Verder zien jullie onderaan de gereedschapkaart een vraagtekentje in de overwinningspuntenvaandel. Bovenaan, als je hem gebruikt om dus een gebouw te verbeteren, dan krijg je gewoon extra punten. Die staan gelijk klaar. Gebruik je ze als gereedschap, dan krijg je punten afhankelijk van het aantal tools wat je gemaakt hebt, zoals de nieuwe reference ook aangeeft. Dus hoe meer gereedschapskaarten je gemaakt hebt, bijvoorbeeld 5, betekent dat je 9 extra punten krijgt. En het spreekt voor zich, maar elke leerling en elk gebouw kunnen maar 1 ambachtskaart eronder hebben liggen. En je kunt geen ambachtskaarten kopen als je ze niet ergens onder kan leggen. Het Gildenhuis zelf heeft nog een paar extra vakjes gekregen. Zodra er een arbeider opgelegd wordt, worden de meest linker leerlingen van de 2 rijen verwijderd. De rest schuift door en de markt wordt weer aangevuld. En dat zijn de 2 nieuwe, meest voorname elementen die deze uitbreiding ons brengt. Daarnaast krijgen we dus weer een hele stapel met nieuwe leerlingen die we kunnen gaan gebruiken. We krijgen een stapel met nieuwe gebouwen die we gewoon aan de stapel toe kunnen voegen. En zoals ik al zei, er is een 6e spelerkleur met 2 nieuwe karakters met ook de neutrale zijde die er doorheen gemixt kunnen worden en alle componenten die daarbij horen. Maar zo worden de ambachtslieden gespeeld in combinatie met de architecten. En dan komen we weer bij de vraag, is het de moeite waard om ambachtslieden toe te voegen aan architecten? Wat mij betreft absoluut. Ik vind het een hele sterke toevoeging, omdat het aan de ene kant gemakkelijk te implementeren is. De regels worden bijna niet aangepast, maar je krijgt een aantal hele toffe extra mogelijkheden, waardoor je hele andere keuzes gaat maken en weer totaal andere richtingen op kan gaan. Allereerst de eenvoudige toevoeging van de ambachtslieden. Deze figuurtjes, als je ze plaatst, tellen ze als 2 poppetjes, wat natuurlijk een hele fijne manier is om even snel wat extra boost uit een bepaalde actie te krijgen. En die maken het ook gelijk een stuk aantrekkelijker om sneller je poppetjes weer terug te trekken of juist die van anderen gevangen te nemen, waardoor mensen daar weer acties aan moeten spenderen. Dus alleen dat simpele concept, omdat ze zo gewenst zijn, geeft het spel alweer heel veel extra acties die in het basisspel misschien iets minder gebruikt werden. Daar wordt gewoon nu veel meer op ingezet, omdat deze gewoon zo'n fijne bonus met zich meebrengen. Maar ook de toevoeging van de decoraties en de gereedschappen zijn heel erg gaaf. Die maken dat de gebouwen die je hebt je nog extra leuk kan aankleden en daar weer leuke bonusjes uit kan halen. Of leerlingen die je hebt nog sterker kan maken, waardoor je ze nog meer kan tweaken naar jouw spel op dat moment. En dat geeft weer zoveel geweldige tactische mogelijkheden, zonder dat het spel er nodeloos complex van wordt. Maar er zijn hele sterke opties te realiseren met bepaalde combinaties aan kaarten. En ook daarmee zijn ook weer extra punten te halen. Maar dit is een hele leuke toevoeging. Verder de toevoeging van de 6e speler. Absoluut prima. Je zult uiteraard een wat langer spel erdoor krijgen. Maar het voordeel van dit spel is dat het heel snel gaat. En over het algemeen kunnen meerdere mensen naar dezelfde opties of dezelfde acties toe gaan. Ik vond hem niet bijzonder storend. Je weet gewoon dat je met een groep van 6 langer speelt. Maar dat is logisch. Maar het was niet dat het gelijk een avondkraker werd. Verder, de vormgeving is weer hetzelfde prachtige artwork wat we uit de base game gewend zijn. We krijgen ook weer een hele reeks aan nieuwe gebouwen en nieuwe leerlingen die we er doorheen kunnen schudden. Dus ook alleen dat al geeft je extra opties. Maar alles bij elkaar genomen is ambachtslieden gewoon een voortreffelijke uitbreiding. Het geeft je meer herspeelbaarheid zonder dat het de charme en snelheid van architecten aantast. En toch zijn er kleine veranderingen, eigenlijk een nieuw kaartsoort en een nieuw meepeltje wat je hebt, zodanig ingrijpend dat het spel weer op een hele nieuwe, frisse manier aangevallen kan worden. En dat bepaalde acties interessanter zijn geworden, bepaalde tactieken op een andere manier naar voren komen. En er zijn gewoon door de
tools, de decoraties en de gereedschappen, meer tactieken om mee te gaan spelen. En dat is iets wat ik bijzonder waardeer aan deze uitbreiding. Het is een hele subtiele ingreep die er gedaan wordt met prachtige vergaande consequenties in de positieve zin van meer herspeelbaarheid, een nieuwe frisse manier om het spel weer op tafel te krijgen en een paar mechanismes die in het basisspel misschien wat minder gebruikt worden en nu opeens een stuk interessanter worden. En dat vind ik tof. En daarnaast blijft het gewoon een superspel om te spelen. Maar dit is een uitbreiding die ik van harte kan aanraden. Als je liefhebber bent van het basisspel, ga je hier gegarandeerd heel veel plezier aan beleven. En vandaar dat die wat mij betreft een uitstekende toevoeging is tot het spel. En daarom ook een 9 krijgt. Spellen Zolder.